losmaken. Nou, hier, hier gebeurt het dus. Hier is het zwembad. Oeh, Milan. Hey, Milan. Goed dat je er bent, man. Ja. Dit zijn mijn toppers van vandaag. Ja, hartstikke leuk. Ja, is het te leren in één dag? Het is de basics kunnen we wel leren in één dag. We hebben echt een hele gave topper. Kijk, daar komt ze aan. Yay, Nomi, welkom. Hoi. Yes. Oh, wow. Heb je zin in vandaag? Ja. We willen zo snel mogelijk alles leren van waterpolo. En jij moet ons daarbij helpen vandaag. Ja, gaan we doen. Ik heb er zin in. Je kan het. We beginnen eerst even met schoolslag. Wat erg belangrijk is, is dat je de bal voor je neus houdt als je zwemt. Dan ga je zwemmen en dan stuur je de bal met je neus en met je gezicht. Naar voren. Naar voren. Naar voren. Klaar? Go! Hey, best goed hoor, voor de eerste keer toch nooit met de bal zwemmen. Ja. De volgende stap is dat we nu borstcrawl gaan zwemmen. Je armen eromheen, neus stuur de bal. Wat super belangrijk is, dat je je benen erbij gebruikt. Dus dan ga je zwemmen. En dan zwem je waterpolo borstcrawl. Let's go! Meiden, jullie zijn echt super goed. Als je voetbal speelt, of korfbal, of basketbal, dan weet het als je rust hebt. Dan kan je de hele tijd gewoon lekker staan, even uitrusten en verleunen. Maar met waterpolo is het zo, dat altijd als je rust hebt, dan moet je de hele tijd boven blijven. We kunnen eigenlijk nooit staan, hè. Dus wat wij doen is, we doen gewoon schoolslagbenen. We doen om en om benen. Wat je eigenlijk moet proberen, is waterkrappelen. Maar dan eerst je rechterbeen en dan je linkerbeen. Dat is belangrijk, zodat je zeg maar op dezelfde hoogte blijft. Dat je niet elke keer op, dat is niet handig. Wat je ziet nu, is dat je heel stabiel in water ligt. Met op en om is dat, gaat het een beetje goed. Dat is wel zwaar. Vooral trappelen. Is het zwaar? Ja. Het is echt heel krap wat ze doen, want met waterpolo kan je gewoon nooit stil blijven staan, want dan zak je naar de bodem. Nou, ik denk dat jullie er wel klaar voor zijn om te gaan pasen. Wat dan belangrijk is, is om de bal van onder vast te pakken. En dan hier, zo pakken uit het water. Dat is ook belangrijk dat je je vingers goed uit elkaar doet, hè? Want als ze zo zijn, dan rolt die bal zo bij je hand af. Op doel, of niet? Ja. Goed zo. Meiden, ik heb een doeltje. Oh. Nee. Schieten is eigenlijk hetzelfde als pasen, maar nog een stuk harder. Dus wat je doet, je pakt de bal weer op vanaf hier, zet de bal achter je. En vanaf achter doe je heel je lichaam, gooi je achter de bal aan. Tak. Oppakken. En schieten. Mooie redding. Dat is ook echt ontzettend lastig, want je bent natuurlijk geneigd om naar de bodem te zakken. Maar als je wil scoren, kun je niet onder water liggen. Dus je moet zorgen dat je uit het water komt, trappelen, trappelen en dan kan je pas scoren. Kijk, kijk, kijk. Krijg je ook nog een keer water in je gezicht. Wow, die gaat voor ons scoren zometeen hoor. Ja, mooi doelpunt. Mooie redding. Supergoed! Hoe is de stand van zaken? Ik vind dat ze heel erg veel geleerd hebben. Vooral met het pasen. Ja. In het begin is het natuurlijk nog heel lastig. Maar ik zie dat het nu al een stuk makkelijker gaat. Voor de uitgang. We hebben een goede keeper. Goede keeper, zeker. Jullie hebben echt supergoed getraind, meiden. Ik ben ervan overtuigd dat wij gewoon gaan winnen van die jongens. Jullie spelen in het blauw. Kijk eens, een capje. Mag je vast vastpakken. En jij krijgt een rode, want jij bent de keeper. Jij begint als keeper. Even kijken. Jullie krijgen allemaal een capje. Het is wit tegen blauw. Dat is altijd zo. Mannen, zijn jullie klaar om de dames te verslaan? Ja! Meiden, zijn we er klaar voor? Ja! Gaan we winnen? Ja! Ron, wees maar bang. Hoe gaan we die spelen? Nou, we spelen twee keer een helft en in de rust wisselen we voor de helft. Maar hoe win je nou? Nou, je wint door meer te scoren dan je tegenstander. Laten we dat afspreken. Mannen, zin in! Ja! Meiden, klaar voor! Ja! Nou.
we wensen je heel veel succes. Sterkte, ja, heel sterkte. We gaan goed samen spelen, gaan met z'n allen naar voren. Ik denk het belangrijkste is hard zwemmen, goed vrijmaken, probeer dicht bij goal te komen en heel goed overspelen. En we gaan ervoor vechten. De bal is van ons. Jongens klaar, meisjes klaar. Juist, Mustafa. En naar voren. Goed zo, Mustafa. Voor jou, Kim. Oh. Goed gekiept. Goed zo, pak die bal af. Ja, Marlies, hier heb je langs. Oeh. Ja, goed. Ja, hij mag niet vrij. Oké, mannen, kom er maar even uit. Mannen, het gaat echt heel goed. Zij hebben nog nul scoringsmogelijkheid gehad. En dat willen we wel zo houden. Meiden, volgens mij ging het supergoed. Jij bent echt een fantastische keeper. En als we nog vaker die bal hebben houden, Stef, dan moeten we wel naar voren zwemmen. Zorg dat je zo dicht mogelijk bij het goal komt. Dat is heel makkelijk om te scoren. Oké, we gaan naar de andere kant. Oh, we gaan bijna. Ja, we gaan wisselen. Goed zo, goede paas. Kom op, Kim. Ja! Meiden, opletten, opletten. Ga naar voren. Ja! Ja! Goed zo, ga naar voren. Oh jee, die is goed. Hartstikke goed gedaan. Super. Yes, we hebben gewonnen. Heel goed gekiept. En dat betekent dat de weken gaat naar de mannen. Ja. Mannen, fijn voor jullie hoor, alsjeblieft.